Maar goed, betreft deze zaal gaan we terug 800 jaar in de geschiedenis, terug naar de tijd van de graven van Holland en de buitenresidentie van hen. Dat bevond zich hier dus aan de achterzijde, het oude jachtslot. En later dus middels twee corridors daar vastgezet, de ridderzaal. Nou, en destijds was ook een van de belangrijkste taken van die graven van Holland het spreken van het recht. En dat recht was vaak vanaf dezelfde plek waar die op de troon staan. Daar stonden een aantal luxe stoelen op een rij en op de middelste stoel daar zat de graaf. En dan werd er altijd gezegd tegen degene die voorgeleid werd, Johan van Oldenbarneveld, die werd voorgeleid via die rechte deurtjes en dan moest hij in het centrale gedeelte van de ridderzaal gaan zitten. En dan zei men altijd, als u de waarheid niet spreekt, dan wordt dat gehoord en dan wordt dat doorgegeven aan het hiernamaals. En dat werd dan gehoord door al die luistervinkjes die we hier zien aan de uiteinden van de gebinten. We zien al van die kleine gezichtjes, sommigen hebben hele grote oren, sommigen hebben een hele grote mond, die konden alles heel goed aanhoren en doorgeven. Men was namelijk destijds zodanig bijgelovig. Nou, en dat recht dat sprak ze tot in de late middeleeuwen. Na die tijd kreeg ook een groot deel van de Spaanse tijd, maar destijds woonden er een aantal huizen permanent in dat jachtslot. En dat was voornamelijk het huis van Henegouw, het Burgondisch huis en het Beierenshuis. Dit was het Binnenhof. Ik hoop dat u er iets van op heeft gestoken. En wat een paar mensen ook al zeiden, normaal kom je hier eigenlijk niet zo gauw om dit te gaan bezoeken. Dat zie je ook met Pasen weer, dan gaan we naar ons lunchadres. Links in helemaal achterin, dat hoekgebouw is van de Raad van State. Rechts de Kralingse plassen. Dus hebben u allemaal koffie en thee gehad van Coraline? Geven wij hier workshops en demonstraties. Nou, u krijgt straks een demonstratie. Heb je de tafel overgeslagen? Oh, dan lekker staan. Goed. Goed zo. Ja, of ik moet in de rij staan, dan mag ik het ook achter u leggen. Doen we er gewoon nu. Wat gebeurt er dan? Dan blijft Michel klaar. De eerste laag gelijk al een beetje kleven. En ik moet de triltafel nou niet gebruiken. Dus dan blijft er ook al meer chocola achter. En dan weegt ze straks wel 1200, 1300 gram als ze klaar is. Kijk. Rechtop. En dan moeten ze wel even kamer leiden. Mevrouw, ik heb voor u 80%. Ja. Gewoon mevrouw, wel gewend hè. 60%. Ze verblindt of verbloost. De meeste mensen springen gelijk helemaal niet op. Ja, als er iemand overdreven gezellig is straks in de bus, dan weet je wie het is hè. Ik heb het nee op dit moment niet. Kijk uit, kom eraan. Eerst moet eruit, goed gedaan. Goed. En wat ruikt het dan? Heerlijk. Heerlijk. Nou, dat moet ik erin zeggen. Ja, nee, niet één keer. Het is geen hoezootje. Nippen, hè? Nippen. Nippen. De rest moet je lekker op je plekje, hè? Goed zo. Lekker door je modder te gaan. Ja, dat is lekker hè. Nou, zeg het even tegen hem allemaal hè. Dat is lekker hè. Dus dat gaat u wel doen. Ben u linkshandig? Nee, oh, dan lukt het niet. Ja, tuurlijk. Het is een linkshandige vork. Ja, dag. Kan je niet in de maling nemen, dat lukt niet. Nou, let op, dan ga ik even de boel omgooien. Kopje onder en rustig aan. Hè. De bus gaat niet weg voordat u klaar bent. Dus gewoon relaxed. Heel goed. Goed, zo goed. Zo een beetje tikken. En dan heel rustig afschrapen. En dan mag hij hier naartoe. Kijk dan hier uit de vinger. Dan kunnen ze het goed zien. Kijk eens. Nou, met de kunst afgekeken. Ja, treurig. Kopje onder. Ja, en keurig op midden op de vork. Ja, geweldig. Wat een talent hebben we vandaag hier in huis. Kijk eens, mag hij er mooi onder. Geweldig, bruin. Doe die rechte stripjes recht. En dan moet u even wachten, neer. Die hand, hè, doe je even zo. Doe zo.
Ja? Ja? En dan doet hij hem zo, overhand. Mag hij één keer in je mond? Als je bent de laatste, dat is ja? Altijd zo. Ja, doe hem één keer in je mond. Weet zeker? Zeker weten. Die afgelopen zijn mond hoor. Echt. Helemaal goed meneer. Toppie, toppie. Jawel. Hij is zo schoon hè? Ja. Zo schoon moet je naar binnen kan worden. Oh. Zonder dat je water gebruikt. Dat lukt wel hè? Die mannen die doen wel mee hoor, let maar op. Dat is dan puur hè? Hè? Zo, lekker wel om minder af te wassen straks. Hè? Nou moet ik kijken wat er dan kan gebeuren hè? Dan maak je zo mijn mond. En dan kan je natuurlijk een nootje erop leggen. Met de rups op zijn die schaaltjes daar, alle leuke decoratie. Maar, als je zegt, joh, ik vind het leuk om er een... Maar je moet wel teruggeven hoor. Om de bonbons af te garneren. En de grote zeggen. Ik krijg niks meer. Ik pak af. Lekker aan de veel eitjes. 70%. Oh, hier. Juist in de mast. Ja, toch? Nou moet hij op. Want hij kan het is geen antwoord. Het is geen antwoord. Zien we dat ze wel wil. Hij is zo lekker, hè? Oh. Dat is zeker nooit iemand. Oh, heerlijk. Ik zal hem bewaren. Is wel lekker hoor. En ik heb een sigaar. Ja. Nee, van mij ook niet aftrekken. Dan ga ik ruzie maken met ze. Zeker niet. Dat is niet goed voor mij.